Volgens Wikipedia is de Nissan X-Trail een vierwiel aangedreven compacte SUV. Sinds 2001 zijn er meer dan 7 miljoen van verkocht. Maar als je het mij vraagt, is Nissan het afgelopen decennium het spoor een beetje kwijtgeraakt met die Nissan X-Trail. Het werd een beetje een Qashqai Plus 2 Plus variant. Voorwielen aangedreven, niet bijster sterk, niet bijster stoer. Maar het merk lijkt nu meer dan ooit te beseffen wat een Nissan X-Trail nou echt inhoudt. Een vierwiel aangedreven compacte SUV. Nou, vergeet dat compacte, vergeet de Qashqai Plus 2 Plus versie. De Nissan X-Trail is terug. En hoe? Helemaal modern, helemaal bij de tijd. Vierwiel aangedreven, hoog trekgewicht, heel wat pk's, lekker veel koppel en kijk eens even een stoer uiterlijk. In deze video vertel ik jullie alles over de nieuwe Nissan X-Trail. Beginnen we met het design van de nieuwe X-Trail, dan ben ik heel erg content met het feit dat er weer echt een hele stoere Nissan in de showroom staat. Dit is weer echt die bulky SUV waar het ooit mee begon in 2001. De X-Trail is een stoere Nissan en niet een of andere crossover die een beetje in het midden moet houden tussen een hatchback en een wat hoger op de poten staand model. Nee, de X-Trail heeft een stoer karakter en deze nieuwe versie die straalt dat wat mij betreft aan alle kanten uit. Dit is met recht een hele volwaardige opponent geworden van bijvoorbeeld de Toyota RAV4. En wat ik ook erg knap vind, is dat die X-Trail een eigen stoer gezicht heeft gekregen. En dat klinkt misschien een klein beetje cliché, maar als we nu een vergelijking gaan maken met de Qashqai bijvoorbeeld of een andere moderne Nissan als de Juke, dat zijn wat vriendelijkere auto's. Deze X-Trail is wat, ja, wat stoerder, wat gemener wellicht. Met deze auto moet je niet gaan sollen en dat straalt hij aan alle kanten uit. Vergelijken we de nieuwe X-Trail met zijn voorganger qua afmetingen, dan is hij een centimeter korter geworden. Je verwacht het niet. 4,68 meter in plaats van 4,69 meter. Voor de rest werd hij wel wat dikker. 1,84 meter breed in plaats van 1,82 meter. En ook werd hij wat groter. Hij werd wat langer. 1,72 meter ten opzichte van de 1,71 meter van het uitgaande model. Maar nee, die hoogte zit hem niet in het plaatwerk, maar in het feit dat hij voortaan 1 centimeter hoger op zijn poten staat. 21 centimeter bodemspeling en dat is fors. Opteer jij voor een lekker dik aangeklede Tecna-uitvoering, dan krijg je deze innovatieve LED-koplampen. Standaard is de auto uitgerust met LED-koplampen, maar die Tecna-uitvoering die krijgt LED-matrix-koplampen. En daarmee is de X-Trail in staat om een tegen- of een voorligger actief uit het lichtbeeld te filteren. Je rijdt dus als het ware altijd met het grootlicht ingeschakeld en dat is wel zo veilig. Zeker voor die hele donkere plekjes in de berm bijvoorbeeld, die licht de X-Trail dan erg goed uit. Ja, en waar je ook niet omheen kan,
deze badges. De nieuwe X-Trail is helemaal bij de tijd, zoals ik al zei, want hij komt louter op de markt met een hybride aandrijflijn, de e-Power. Dus een badge op de achterklep en onderaan de portieren. E-Power. Wat je ook mag verwachten van een Nissan X-Trail, dat is een hoop praktische ruimte. Je moet heel veel spullen mee kunnen nemen, waaronder tot maximaal 7 personen. Laten we even beginnen met het feit dat de tweede zitrij toegankelijk is via erg riant openende portieren. Tot 90 graden en kijk eens even, dat creëert me toch een bak met ruimte om in te stappen. Heerlijk! Tot die tweede zitrij heb je dan ook meer dan voldoende ruimte om personen, kinderzitjes, losse items maar in te laden. Deze opening is groot genoeg en gaat je niet tegenhouden. Maar wat ook handig is, is dat je kan fluctueren met de bagageruimte of de ruimte op de tweede zitrij. De tweede zitrij is namelijk in de lengte verstelbaar. Er zit gewoon een geleiderrails onderaan, één trek aan de hendel naar boven en kijk eens even, je schuift hem helemaal naar voren. Zo ontstaat er niet alleen een hele makkelijke instap naar achteren, maar daar wenst dus ook extra bagageruimte. Of juist extra beenruimte, want als je hem dus helemaal naar achteren zet, kijk eens even wat er overschiet. Ik zal even achter mijzelf plaatsnemen. Dit is wel echt heel erg goed. En wat ook direct opvalt is de meer theaterzitting hier die je aantreft op de tweede zitrij van de X-Trail. Want ik zit beduidend hoger dan in een andere auto. En dat zorgt ervoor dat je op de tweede zitrij lekker veel zicht naar voren hebt. Je kijkt als het ware een klein beetje over de bestuurder heen zelfs. Maar belangrijker is, kijk eens even voor de knieruimte, voetenruimte. Ik kan mijn voeten goed kwijt onder de stoel voor mij. Ik heb lekker veel leefruimte om mij heen. Ik heb zonnebescherming, zonnerollo's noemen ze die dingen volgens mij. Kan ik uiteraard ook wegdoen. En ik heb een leuning, ik zal even kijken of ik hem kan verstellen. Die ik kan verstellen, ik kan hem reclinen. Uiteraard heb ik ook een neerklapbare middenarmsteun. Even kijken, dat doe ik zo. Met bekerhouders en een houdertje voor een smartphone, ook erg handig. En gaan we kijken naar de derde zitplaats hier op de achterbank, die in het midden dus. Dan zal die persoon wel even rekening moeten houden met het feit dat er een kleine kardanas tunnel aanwezig is. Ondanks dat er een gebrek is aan een kardantunnel, maar het is hem vergeven. Ook aanwezig climate control voor de tweede zitrij en in deze zeer complete Tecna uitvoering achterbankverwarming. Ook present een USB-C en een USB-A aansluiting. Kijken we naar de derde zitrij in de Nissan X-Trail. Hij is immers met 2 extra stoelen leverbaar. Het wordt dan een 7-zitter. Dan kunnen we deze zitting en de achterbankleuning vrij gemakkelijk naar voren klappen. Met 1 hendel. De zitting wordt in de lengte meteen ontgrendeld en dan ontstaat er een redelijk eenvoudige instap naar de derde zitrij. Ik zal even proberen om achter in plaats te nemen. Dan merk je al vrij snel dat het wel echt een lifestyle SUV is. Het is meer een 5+2-zitter. Die term heb ik eerder gehoord bij Nissan. Maar goed, als ik de achterbankleuning even terugschuif. Ik zal de rugleuning een beetje reclinen. Kijken of die ook wil ontgrendelen wat betreft de zitting in de lengte. Nou, dat zou ik dan zo moeten doen. Ja. Dan zit ik nu redelijk. Hoofdruimte schiet niet al te veel van over. Sterker nog, dit is eigenlijk niet voldoende voor iemand van 1,84 meter. Het is echt een kinderzitplaats. Ik denk dat ik in de Dacia Jogger beter zit. Ja, daar zit ik absoluut beter in. Maar goed, ik heb hier wel bekerhouders waar ik wat spulletjes in kwijt kan. Ik zie geen USB-aansluiting. Ik zie ook geen 12 volt aansluiting. Nee, is ook niet aanwezig. Dus daar ontbreekt het hier wel aan. Dit is voor soms het toepassen voor een volwassene is het afdoende. Niet al te lang, denk ik. Voor kinderen, prima. Kijken we naar de ruimte op de tweede zitrij. Ook dan zou je er dus rekening mee moeten houden dat die tweede zitrij echt wel even in zal moeten schikken voor wat betreft de beschikbare ruimte. Want er schiet niet al te veel ruimte over. Wil je hier nog een beetje beenruimte overhouden. 5+2-zitter, absoluut geen volwaardige 7-zitter dus die nieuwe X-Trail. Kijken we naar de bagageruimte van de nieuwe X-Trail, dan is het goed om te weten dat de nieuwe versie maar liefst 575 liter standaard kan herbergen in zijn kofferbak. Dat is 10 liter meer dan het uitgaande model, een plus, dus positief. Keurig afgewerkte bagageruimte met een mooie afdekrolhoes uiteraard. En we zien hier ook meteen dat dit de 7-zit configuratie is.
Wel is het jammer dat je niet veel spullen kwijt kan onder de dubbele laadbodem. Hier gaan heel veel spullen huis voor bandenreparatiesetje, compressortje, sleepoog, dat soort zaken. Maar het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om deze mooie afdekrolhoes, om die te verwijderen en op te bergen onder de vloer. En dat betekent dus in de praktijk dat als jij twee extra personen bijvoorbeeld ineens mee wil nemen, dan zit je dus met die afdekrolhoes. Die zal je misschien voor op de grond bij de tweede zitrij moeten leggen. Want hier kan je het vergeten en dat is jammer, want dan ligt hij dus los te slingeren. Echt een gemiste kans. Misschien hadden ze daar toch wel wat beter hun best op moeten doen. Grappig genoeg zou de nieuwe X-Trail minder liters mee moeten kunnen nemen ten opzichte van het oude model. Maar ik denk dat dat een foutje in de prijslijst is. Dus met de reguliere uitgebreide test zal ik hier nog op terugkomen. Maar volgens Nissan kan de nieuwe X-Trail nog geen 1500 liter bagage meenemen als alles is neergeklapt. Terwijl het oude model dik 1900 liter mee kon nemen. Dus dat lijkt mij nogal sterk. Want zoals je kan zien, als ik de achterbankleuning neerklap, dan ontstaat er een behoorlijk riante ruimte. En er wordt zelfs een mooie vlakke laadvloer gecreëerd, ondanks dat je hier onder die vloer de twee extra stoeltjes aantreft. Nemen we plaats achter het stuur van de nieuwe X-Trail, dan voel je ook hier direct dat het niet zomaar een opgewaardeerde Qashqai is geworden. Integendeel, de X-Trail heeft een eigen identiteit aan de buitenkant gekregen, als mede in het interieur. Het is het summum ten opzichte van de Qashqai geworden. Hij doet net even wat groter en rianter aan bijvoorbeeld. En je neemt ook direct plaats op hele goed gevormde grote stoelen. Lange, brede zittingen, een goed gevormde rugleuning en een zitpositie die je heel erg goed in kan stellen. Je kan het stuur lekker ver naar je toe trekken. En in deze Tecna-uitvoering is de bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar. Waaronder het zitvlak dat je aan de voorkant een beetje naar boven kan kantelen voor extra ondersteuning. Deze Tecna-uitvoering is daarnaast voorzien van een mooi met leder bekleed interieur. Mooie stiknaden zijn er toegepast. En dit matcht mooi met de rest van het interieur als de deurpanelen en het dashboard waar je dit leder ook op terugvindt. Nissan heeft het absoluut een trede hogerop willen zoeken en dat is ze aardig gelukt. Dat zagen we al bij de Qashqai, dat zagen we al bij de Ariya en dat is nu ook het geval bij de X-Trail. We kunnen het bijna bestempelen als premium. Sterker nog, waarom bestempelen we dit interieur niet als premium? Wat ook bij een premium interieur hoort, een premium audio installatie van Bose in dit geval, in de Tecna-uitvoering en een mooi groot multimedia navigatiesysteem voorzien van connectiviteit als Apple CarPlay en Android Auto. Het is een live navigatiesysteem, connected met de buitenwereld dankzij een 4G-module en daar kan je dus ook live traffic informatie laten zien. Google software maakt het daarnaast mogelijk dat je points of interest vrij gemakkelijk krijgt gevonden. Recht voor je neus tref je een volledig digitale instrumentarium aan. Dat kennen we al wel uit de Ariya bijvoorbeeld, maar ook uit de nieuwe Qashqai. Waar je ook direct aan merkt dat het een heel andere, meer opgewaardeerde auto is dan de Qashqai. De middentunnel heel breed vormgegeven, extra opbergruimte ten opzichte van de Qashqai. Twee grote bekerhoudjes er in het midden, groot opbergvak hier vooraan met een draadloze telefoonlader, een USB-C en een USB-A aansluiting. Plus ook nog eens een 12 volt aansluiting. Grote opbergruimte onder de middenarmsteun. Ja, je kan hier heel veel spulletjes kwijt. Ook in het dashboardkastje uiteraard en in de deurpanelen, want daar tref je ruimte aan voor een 1,5 liter fles. En omdat de nieuwe X-Trail ook leverbaar is met vierwielaandrijving, waar ik later even op terug zal komen, tref je hier ook een rijmodi selector aan, want ik rijd nu in die vierwiel aangedreven X-Trail en dat betekent dat de auto is voorzien van verschillende offroad settings.
Uiteraard is de X-Trail ook afgeladen met veiligheidssystemen als een autonoom noodremsysteem met voetgangers- en fietsersdetectie, ProPilot Level 2 autonome technologie voor op de snelweg en zaken als dode blinde hoekdetectie. Kruisend verkeerdetectie aan de achterkant zorgt er bovendien voor dat je gedurende een uitparkeeractie of iets soortgelijks wordt gewaarschuwd voor kruisend verkeer. En ja, dit behoort dus allemaal tot de standaarduitrusting, inclusief parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera en full LED koplampen. Vanaf de Tecna-uitvoering zien we qua veiligheid enkel de toevoeging van de LED matrix koplampen en ProPilot Adaptive Cruise Control met NaviLink, zodat de auto ook afremt voor bijvoorbeeld een bocht of een rotonde. Hij krijgt deze informatie dan van het navigatiesysteem. Ja, voor wat betreft de eerste indruk van het exterieur en het interieur, met uitzondering van de derde zitrij en wat kleine details in de bagageruimte en deze halogeenverlichting, zit het dan ook wel snor met de nieuwe X-Trail. Maar hoe zit het op aandrijftechnisch gebied? Is dat een beetje X-Trail waardig? Heeft hij een beetje power? Zoals ik al zei, komt de nieuwe X-Trail louter op de markt met een hybride aandrijflijn. Zuinig, efficiënt, maar vooral ook gunstig voor wat betreft de CO2-uitstoot, waardoor de auto zich dus niet uit de markt prijst. De basisversie is voorzien van een 204 pk en 330 Nm sterke elektromotor. Jawel, een elektromotor. En die elektromotor neemt alle aandrijfkrachten op zijn konto. Er is ook een benzinemotor aanwezig, maar deze fungeert enkel als een aggregaat. We kennen deze aandrijflijn al uit de nieuwe Qashqai en zoals je wellicht hebt gezien had ik voor wat betreft die Qashqai redelijk wat commentaar in the end. Waarom ik dat hier niet heb, daar zal ik later even op terugkomen. Het voordeel van deze innovatieve aandrijflijn is voornamelijk het feit dat de auto rijdt als een elektrische auto. Ja, en ik heb het je al vaker gezegd, wat mij betreft is een elektrische aandrijflijn altijd superieur ten opzichte van de dikste benzine- of dieselmotor. Vanwege het feit dat de auto lekker soepel rijdt, lekker stil rijdt. Er is geen sprake van energieverlies door een transmissie. Hij reageert altijd direct en als je het stroompedaal loslaat, gaat hij ook weer stroom opwekken en terugstoppen in het accupakket. En dat zorgt voor een heel vloeiend samenspel. Heel erg fijn en dat zorgt ook in deze X-Trail voor hele comfortabele rij-eigenschappen. Ten opzichte van de uitgaande X-Trail met een 160 pk sterke turbo-benzinemotor en een automatische transmissie is hij bovendien ook een stuk vlotter geworden. Zelfs als instapversie, het scheelt bijna 4 seconden naar de 100 km per uur. De basisversie van de X-Trail sprint dus in 8 seconden naar de 100 km per uur en heeft een topsnelheid van 170. Maar interessanter wordt het wat mij betreft met de e-Force e-Power aandrijflijn in de nieuwe X-Trail, want dat is de krachtpatser. Om het even in de perspectief te plaatsen, waar de basisversie slechts 670 kilo mag voortrekken, mag de e-Force vierwiel aangedreven versie van de e-Power X-Trail maar liefst 1800 kilo trekken. Mits je opteert voor de versie met 5 zitplaatsen, want wil je 7 zitplaatsen, dan zakt het maximale trekgewicht naar 1650 kilo. Sowieso is die wel klaar voor een avontuur, want de maximale daklast bedraagt 100 kilo en ook op de trekhaak mag je maximaal 100 kilo plaatsen. Dat zijn nog eens een paar flinke e-bikes, zullen we maar zeggen. Maar interessanter is de techniek die schuilgaat in die e-Force e-Power aandrijflijn. Want het is als het ware dezelfde techniek die schuilgaat onder de Nissan Ariya met vierwielaandrijving. En dat betekent dat er een extra elektromotor is toegevoegd aan de aandrijflijn. Het maximale vermogen is daardoor gestegen naar 213 pk, maar met name het koppel is interessant. Dik 500 Nm trekkracht. Dan kom je op een gecombineerd vermogen van 213 pk, dik 500 Nm trekkracht. Daar is menig dikke diesel jaloers op dat vermogen. Het zorgt er onder andere voor dat de auto nog vlotter naar de 100 km per uur accelereert, 7 seconden. En de topsnelheid, ja, die is nog wel vrij bescheiden, met een maximum van 180 km per uur. Hij loopt dus net even iets harder dan de basisversie. En zo hoort het ook. Desalniettemin is die achterste elektromotor ook behoorlijk potent in zijn uppie. Hij levert 136 pk en 150 Nm trekkracht in zijn eentje. En dat betekent dat de
X-Trail ook in staat is om altijd voldoende kracht te leveren, ook op loutere achterwielen. En dat is een groot verschil met bijvoorbeeld de Toyota RAV4, waar de achterste elektromotor enkel een hoog koppel levert, maar niet zoveel pk's. Dat is dan ook waarschijnlijk de reden dat Nissan bezig is geweest met een torque vectoring systeem. En dat houdt in dat de auto in staat is om middels die elektrische vierwielaandrijving, want onthoud, ook op de vooras is enkel een elektromotor verantwoordelijk voor de aandrijving, echt in staat is tot het leveren van mooie prestaties zowel on- als off-road. Want on-road kan die er bijvoorbeeld voor zorgen dat een binnenste wiel of het rechterachterwiel extra vermogen krijgt bocht uit. En dat draagt ook nog eens bij aan een extra veilige en goede wegligging. Dat is nog eens optimaal gebruik maken van elektrokracht als je het mij vraagt. Zeker ook omdat die elektromotor in staat zijn om in no time te reageren. Waar een traditionele vierwielaangedreven SUV met een automatische transmissie bijvoorbeeld 1 seconde nodig heeft om te reageren op de input van de bestuurder, heeft deze X-Trail met e-Force e-Power vierwielaandrijving slechts 1/10.000ste van een seconde nodig. Dat is nog eens adequaat en dat is nog eens precies vermogen leveren. Kijk ik naar het rijkarakter van de X-Trail, ook dat is een stukje anders dan de Qashqai. Dit is echt een SUV waarmee je op stap bent. Wellicht iets minder verfijnd, maar het is nog wel een hele comfortabele auto gebleven. Zeker op de snelweg zit er lekker veel rust in het onderstel en enkel als je een korte oneffenheid tegenkomt, dan voel je wel dat die X-Trail net iets meer een stootje kan hebben dan de Qashqai. Offroad dan. Ook is het fijn dat Nissan niet al te veel heeft ingezet op een hele sportieve wegligging. De besturing is mooi neutraal, maar hij is wel goed te plaatsen en hij voelt wendbaar aan en dat is minstens zo belangrijk. Daarnaast is het goed om te weten dat de grote ruitoppervlakken goed zorgen voor een fijn en veilig overzicht rondom de carrosserie, evenals de buitenspiegels en de scherpe 360 graden camera rondom. Ja, en dan nog even wat losse testnotities. Oeh, wat is dat toch fijn, hè? Zo'n volledige elektrische aandrijflijn als je bijvoorbeeld net als nu berg op gaat. Er is geen verlies van vermogen. Niet na jouw input naar die elektromotoren en ook niet gedurende het overbrengen naar alle vierde wielen in dit geval. En dat betekent dus gewoon een naadloze overgang en een naadloze overbrenging van het vermogen. Je hebt power nodig, de auto gaat direct, hoeft niet terug te schakelen, hoeft niet naar zijn vermogen te zoeken op een bepaald toerental. Ja, dit blijft gewoon superieur. Fantastisch, ook bij zo'n hybride elektrische aandrijflijn als deze e-Power e-Force. Daarnaast heeft Nissan werk gemaakt van het regeneratieve remmen, maar je zal daarvoor wel de brake-modus in moeten schakelen. Standaard remt de X-Trail al af op de voorste elektromotor op het moment dat je bijvoorbeeld e-pedal gebruikt. Dan remt hij af met die voorste elektromotor, waardoor de auto dus een klein beetje naar voren kantelt om daar extra tractie te krijgen en weer stroom terug te stoppen in het accupakket. Maar als je de brake modus inschakelt, dan remt hij af op alle vierde wielen. En dat moet als resultaat hebben dat de auto wat stabieler afremt. Hij regenereert maximaal stroom, maar hij blijft ook wat vlakker, dus potentieel ook comfortabeler voor de inzittenden. De auto duikelt wat minder. Ja, en dat Japanners nu eenmaal soms net iets verder nadenken dan andere autofabrikanten, zien we ook aan het feit dat de X-Trail met e-Force vierwielaandrijving, maar alsmede ook de normale e-Power aandrijflijn, in staat zijn om continu remmend vermogen te leveren. En wat dat inhoudt is dat als het accupakket is gevuld, het accupakket is 2 kWh groot, dan kan die in theorie zijn energie niet meer kwijt. Dus dan kan die niet meer elektrisch afremmen, waardoor je dus, net als vele andere mild hybrides, denk ook zeker aan de EcoBoost mild hybrid aandrijflijn van Ford, ja, dan gaat die, dan heeft die geen remmend effect meer, die elektromotor. En dat is soms vervelend, want je krijgt daardoor een heel inconsistent geheel. Nissan heeft dit opgelost door als het ware de stroomtoevoer naar het accupakket los te koppelen en de elektromotor op dat moment juist weerstand te laten bieden door de brandstofmotor. De motor gaat als het ware draaien, maar zonder dat er brandstof wordt ingespoten. De compressie en weerstand van de benzinemotor zorgt dan voor weerstand voor die elektromotor, waardoor de auto alsnog afremt. Heel ingenieus en dit zorgt dus mooi voor een heel consistent geheel. Top gedaan Nissan, want het werkt heel erg goed.
Maar een 213 pk en 530 Nm sterke X-Trail, wat verbruikt dat? Nou, mede dankzij die e-power techniek mag je dus verwachten dat hij een stukje zuiniger is dan het uitgaande model. Dat is hij dan ook. Mocht je bij de Dicht T160 met een automaat blij zijn met een gemiddeld verbruik op papier van 1:13, de nieuwe X-Trail, ondanks het toegenomen vermogen en de zeer potente vierwielaandrijving, neemt elke 15 kilometer genoegen met een litertje benzine. En dat is vrij efficiënt voor zijn auto. Maar vergelijk ik het met de Toyota RAV4, die is zuiniger. Op papier, maar ook in de praktijk. Want ondanks dat ik nu vrij rustig heb gereden hier in Slovenië met de nieuwe X-Trail, heb ik desalniettemin een gemiddeld verbruik van 7,6 liter op 100 kilometer. En dat is dus een goede 1:12. En dat terwijl ik met een vergelijkbare situatie met de Toyota RAV4 vrij gemakkelijk 1:17, 1:18 zal doen. En dat is ook niet echt een stakker met 223 pk vermogen. Maar eerlijk is eerlijk, de Toyota RAV4 mag jaloers zijn op het elektrische vermogen van deze X-Trail e-Power met e-Force vierwielaandrijving. Want dat is wel echt een hele grote plus ten opzichte van die RAV4. Ook het trekgewicht, want de RAV4 mag uit mijn hoofd 1650 kilo trekken met 5 zitplaatsen. Dat mag deze X-Trail met 7 zitplaatsen en hij mag dus 1800 kilo trekken met 5 zitplaatsen. Ja, Versteeg, waarom ben je dan op deze X-Trail iets minder kritisch dan het geval was bij de Qashqai met die e-Power aandrijflijn? Nou, dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat we hier dus kunnen opteren voor die e-Force vierwielaandrijving en dat die e-Power aandrijflijn dan veel beter op zijn plek is, gezien het toegenomen gewicht, maar ook in een luxere, meer complete, nog grotere, ruimere SUV. Dan wordt het wat meer evenredig, want deze X-Trail is dan wel iets zwaarder dan bijvoorbeeld een concurrerend model als die Toyota RAV4. Het scheelt niet zo heel veel. Het scheelt ook niet zo heel veel met de Nissan Qashqai, maar die Qashqai is gezien het segment veel te zwaar. En dan is het echt een tekortkoming dat die Qashqai maar 750 kilo mag trekken. Want dat is dan weer conform het segment en de power die die Qashqai heeft echt teleurstellend. Ook is die Qashqai niet significant zuiniger, helemaal niet zelfs, dan bijvoorbeeld een Toyota Corolla Cross. En dat zorgde dus onderaan de streep voor dat ik die Nissan Qashqai met de e-Power aandrijflijn, ja, ik was daar niet heel erg enthousiast over. Maar in deze X-Trail is die e-Power aandrijflijn echt op zijn plek. Hij mag dan niet bijsterzuinig zijn vooralsnog in de praktijk, het is wel qua kracht een hele fijne, soepele auto om te rijden. En let wel, dat is die aandrijflijn in de Qashqai ook, maar dan vind ik de nadelen als het toegenomen gewicht, voor wat betreft de motorrijtuigenbelasting bijvoorbeeld, en het feit dat die auto niks mag trekken in vergelijking met een mild hybride uitvoering van de Nissan Qashqai, dat vind ik dan echt een tekortkoming. En dat vind ik dan zwaarder wegen. Wel zou je even rekening moeten houden met de uitvoering die je kiest van de nieuwe X-Trail. Want hij is ten opzichte van de oude X-Trail bijvoorbeeld 175 kilo zwaarder geworden. Maar goed, dan vergelijk ik hem met een tweewiel aangedreven X-Trail. En nu heb je dan wel een vierwiel aangedreven X-Trail als je een beetje de terreinwaardige en trekcapaciteiten wenst van een X-Trail. Maar het gewicht schommelt dus tussen de 1625 en 1675 kilo. En dat betekent dus een verschil in de motorrijtuigenbelasting aangezien je boven de 51 kilo grens uitkomt. Hou daar dus even rekening mee. Het zijn wel maandelijks terugkerende kosten namelijk. Ja, en het zal dan ook geen verrassing zijn dat ik echt blij ben dat Nissan weer het juiste pad heeft gevonden. De juiste trail met die X-Trail. Het is niet langer meer die Qashqai Plus 2 Plus. Nee, het is een auto met een eigen identiteit. Eigen specifieke sterke eigenschappen als een hoog trekgewicht, een hoog vermogen, innovatieve vierwielaandrijving en natuurlijk power. Allemaal zaken die niet gelden voor de Qashqai. Ondanks dat dat ook geen doetje is met 204 pk, maar het zit wel op die voorwielen. Deze X-Trail, dat is echt het werkpaard. Dat is de luxere SUV ten opzichte van zo'n compactere C-segment broeder. Vond jij deze eerste kennismaking met de Nissan X-Trail leuk en interessant en zeg je ik wil meer van Insta-autovlogs zien? Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter en vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Urban Versteeg en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!